Zo, wat is dit hier, joh? Ja, dat zult je zo zien. Wat? Hè? Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag een speciale video, want vandaag is de 10e aflevering van Minecraft Survival Season 2. Ik ben niet alleen, vandaag ben ik met Mr. Ricky135. Stel je even voor. Hallo, ik dacht dat de aflevering speciaal was omdat ik er was, niet omdat het aflevering was. Nee. En, helaas. Ja, dat is jammer. Ik ben Rick, dat is mijn naam. En ik speel Minecraft. En dat kom ik lekker op de Minecraft-server doen. Dat is het in een nutshell, zeg maar. Voilà. We gaan niet te lang blijven rondhangen. We gaan direct naar de kwestie. We gaan allereerst alle shops doen. En daarna gaan we naar iedereen in hun base. En dan leert Rick de server wat kennen. En dan heb ik ook weer een keer de server-tour gedaan. Dus superleuk. Dus dit is een... Ik heb nog wel een vraagje voordat we alles gaan doen. Yeah. Wat is deze server? Het heet een minecart server, toch? Ja. Maar wat doen we hier? Ja, dit is gewoon de minecart survival SMP. Het is een raket zien, dan denk ik, wat? Welke gek heeft dit gebouwd, weet je wel? Ja, nee, het is de bedoeling dat je samen speelt, maar je mocht ook perfect alleen spelen. Je mocht je zin doen. Je mocht ook random mensen killen. Nu, mensen doen dat natuurlijk niet, maar het is, alles is toegestaan in theorie, buiten grief. Ja, exact. Dus het is de bedoeling dat iedereen zijn zin wel mag doen en zo. Dus dus je mocht samen spelen, je mocht alleen spelen. Alles is toegelaten. Nu natuurlijk, het is een server. Ja, het is een server, dus de meeste mensen spelen wel samen. Maar daarom ook het shopping district, dan kunnen mensen hier hun spullen verkopen. En al die dingen. Alright. Oké, perfect. Dus hier verkopen we glas. Dit was vroeger de rocket shop. Dus hier stond dan een mini-raket op. Maar die is weggehaald. Rip de raket. En nu is het gewoon een... Daar is de raket nu. En nu is het gewoon een glass shop. Nu we toch over die raket bezig zijn, laten we er even naartoe gaan. Ja. Dus het is de ultieme rocket shop. Laten we het zo noemen. Oh, voilà. Je kunt er flight duration 1 kopen, flight duration 2 en flight duration 3. Ja, dit is flight duration 3. En de prijs staat daar dan boven. Ik zal er ook eens een keer rondvliegen. Hoppa. Hupsakee. Praktik. Ik heb trouwens allemaal wel spulletjes gekregen van Gletscher, dus dat vind ik heel erg fijn. Wordt gewaardeerd. Yes. Alleen de Elytra, hè? Dat is dan weer jammer. Nee, die had ik niet. Anders had ik hem ook al gegeven, maar ik heb hem niet. Nee, ik ben echt iemand. Ja, zeg maar. Deze shop moet weggehaald worden. Koffieshop. Maar die speler is al heel lang niet meer online gekomen en he's dead or something. Nee, ik weet niet, geen idee. Hij komt gewoon niet meer online. hier is Red Village Potion Shop. Dus hier kun je al je potions kopen. Oh. Een beetje aan de dure kant als je het mij vraagt. Ik zou gewoon één diamond gevraagd hebben, maar dat is ieder zijn ding, snap je? Ik ben vrijgevig. Zeker. Dan hebben we hier een shop die blijkbaar gesloten is. Oh, ja. Jaren verwelkomt u bij. Ja, nee, ik word niet verwelkomd. Niet echt. De ingang is dichtgebouwd. Oké, maakt niet uit. Dit is mijn hijskraan dat ik heb gebouwd. Oh, die is van jou. Super sick. Ja. En hier verkoop ik strings, bamboe en scaffolding. Oh, wat sick. Ja. Ja, dat is... Deze shop had ik nog wel redelijk wat tijd in gestopt. En dit is een nieuwe concrete shop. Oh ja. Maar die vind ik wel langs de dure kant. Dus 2 diamond voor 32 stuk. Dat is iets te duur voor mij. Dan ben ik van... Dan bouw ik het liever zelf, eigenlijk. Ja, tuurlijk. Het is leuk dat het er is. Als je het nodig hebt, dan kan je het kopen. Voilà. Dan, dit is de Super Tools shop. Dus als je wat diamonds hebt gevonden, kun je met diamonds betere tools kopen. Zo. En het is zeker goede stuff als je kijkt. Ja, het zijn hele goede dingen. Hoe duur is dit? 4 diamonds, dacht ik. Voor... Oh, echt? Ja. Dat is echt best wel een goede deal.
Ja, zeker voor beginnende spelers durven wel hier eens langs te komen. Dit is de woodshop van Suira. En 64 bloks, dat is 1 diamant. Nou ja, op zich ook nog wel een redelijke deal. Op zich wel, ja. Het is niet super duur, maar ook niet super goedkoop. Zo. Nee, het is gewoon een fair price. Ja, inderdaad. Dan voor de rest heb ik eigenlijk geen flauw idee wat dit is, to be honest. What the fuck? Lees mij. De K3 zijn te koop. What the fuck? Oh, maar je kan er maar 1 kopen. Oh, is dat een schaap? Ah, holy shit, er staan skeletonpaarden in. Ja. Caroline, Chiara en Kara. Kara. Ik wil Kara wel kopen, dan kan ik hem hernoemen naar Kara Pils. Goed. Ja, het is wel sick, zo'n skeleton horse. Ik vind dat wel leuk. Ja, nee, dat is wel sick inderdaad. Dit is de diamond shop. Kan je diamonds kopen? Ja, en dan voor 1 Asian Debris. Ah, en veel mensen doen het. Dat verbaast me eigenlijk wel. Ik zou denken van, ja, iedereen heeft liever Asian Debris, maar het werkt toch wel precies, dus. Ja. Dit is de Totem of Undying Shop. Ah, wat leuk. Dat is ook wel nice, dat is ook maar 1 diamond, dus. Dat is op zich ook nog wel een redelijke deal. Ja, zeker. Totem of Undying. Ik heb het nog nooit gebruikt in heel mijn Minecraft-leven. Omdat ik de koning ben en ik ga nooit dood. Maar... Kijk, wij kunnen met elkaar praten. Dat heb ik. Heet. Voor de rest, hier komt nog een treinstation. Een treinstation? Ja. Nice. Een bordje naast. Nice. Nice. Is dat dan, gaat dat een netherhub worden of echt letterlijk minecarts? Letterlijk minecarts, denk ik. Nou, wat zie maar het ding is, ik wil het station overkopen, omdat er nu dingen aan de gang zijn voor burgemeester te worden van het shoppingdistrict. Oké. En de bedoeling is van de burgemeester dat hij alles zo'n beetje gaat opkuisen, zo alles terug een beetje mooi wordt. Mm-hmm. En ik kom natuurlijk ook op voor burgemeester. En ik wil graag het treinstation overkopen. Oké. En dan kan ik daarmee aan de gang, want dat is nu van iemand anders. Ja, dus je moet even een goede deal maken. Ja, eigenlijk wel, ja. Goed, ik zal je nog een Ender Pearl geven. Voilà. Oh. En dan zullen we naar die shop gaan daar. Dat is de Emerald Shop. Voilà. Hier zit wel een zombie villager in. Ik denk dat het de bedoeling is, want hij heet Zomberto. Dus... 1 diamant voor 64 iron blocks. Ja, dus... Dat is echt een koopje. Ja, maar het ding is, sommige resources op deze server zijn al zodanig goed, veel farms van gemaakt. Zeker, dat kan je natuurlijk hartstikke hard uitspelen. Ah, wel. Ja, inderdaad. Goed, dat is trouwens mijn honingshop. Oh ja. En voor de rest, ja, ik denk wel dat je het district hebt gezien. Oké, nice. Dus ik zou zeggen, we gaan in het Nether Portal. Oh, er is hier beneden ook nog iets. Ah ja, inderdaad, het Zwarte Markt district, dat klopt. De Zwarte Markt? Ja, kom maar. Oh, wat ziek. Dat is echt leuk. Dus ja, het moet nog een beetje cooler zijn, maar hier allemaal van die kleine... De boner shop. De boner shop van die kleine rare shops. Ja. Heb je hier Silk Touch, Mending, Looting, Unbreaking. Ja, precies. En al die dingen. En dan hebben we hier ook nog een wool shop. Maar ja, het is lang geleden dat hij nog eens een keer is aangevuld. Langs de andere kant vind ik dit wel nice, maar ik vind het ook een beetje een lame manier om een shop te bouwen. Ergens. Ja, snap ik. dit is de food shop. Pieter heeft voor de eerste keer verkocht. 1 dia voor 1,5 stack. Oké. Dat is niet zo super slecht eigenlijk. Nee. En dan hieronder zijn er nog 3 shops, denk ik. Oh, iemand heeft hier een... watervalletje, wat mooi. Ja, inderdaad. Dat is waarschijnlijk van Miranes. Dat is zijn nieuwste shop en die komt op voor vice-burgemeester. En vice-burgemeester is de bedoeling dat die burgemeester wordt van het Black Market. Maar dat duurde echt heel lang. De underground, dat is van hem. Ja, of voilà. Lotus. Geen idee wat dit is. Redstone. Er zit niet zoveel in. Het is een veiling, dit.
Wil je iets verkopen? Oké. Ah ja, Lotus. Lotus, inderdaad. Amai. Dat kwam laat. Hey, shockboxes. Die zijn van mij. Yes. Doei. Volgens mij is dat naar diamonds in. Kan dat? Ah ja, een diamond block. Voilà. dit is ook een tool shop. Maar die is wel aan de overpriced kant. Vind ik de andere beter. Nou ja, ik kan niet eens tools vinden, dus dat is wel fijn. Dat is ook niet zo handig, nee. Nee, je eng zwaard voor 3 dia's. En een pickaxe voor... Ja, wel. Ik kan helemaal het Elytra-privilege. Jongen. Dus dit is de watertempel. Ja, ik vind dit sick. Dit is leuk. Het is cool, ja. Even een stack, oké. Wacht, hier zit nog... Oeh, alles is uitverkocht van deze. Ik denk dat deze man heel veel verkoopt. Oh shit. Ja, lachen. Leuk dit, joh. Goed, nee, maar dan hebben we denk ik echt alles gehad. Ja, zo. Ik het zeker. Nu ben ik heel zeker. Nee, we hebben mijn honingshop nog niet gehad. Nee, dat is waar. Ik weet niet waarom ik moest roepen, maar met deze. Ja, het is wel nacht. Als ik een gokje mag doen, dan verkoop jij honing. Goed geraden. Ja, toch? Ja. Dus dit is mijn praktische honingshop. Maar het verkoopt niet. Gewoon niet. Ja, dat is jammer, maar misschien de honingbloks nog een latere moet game. Moet je van die... Maar die huizen van die, van waar die bijen in zitten, als je die... Ah, ja, inderdaad. Maar ja, als mensen zelf bijen gaan kopen... Ja, oh. dat maakt toch... Ik bedoel, je moet toch iets verkopen, of... Ja, dat is ook wel waar. Wacht. En dan moet je gewoon zorgen dat je niet al te veel hebt, dan kunnen ze niet een of andere... En dat is wel een idee. Mega farm opbouwen, dan zeg je, nou, als je iets extra's wil hebben... Yes. Nee, goed. Misschien even terug gaan... Wacht, anders zal ik gaan slapen, want ik denk dat ze sowieso op mij afkomen. Ja, ik ben nieuw. Laat me met... Oh, shit. Wat is die toren daar? Dat is het hoofdkwartier van de politieke partij NSD. Dat is een groepje, inderdaad. Een groepje van 3 mensen die gaan voor het burgemeesterschap en het vice-burgemeesterschap. Mm-hmm. Maar ik zou dat een ramp vinden, want ze willen het shoppingdistrict uitbreiden in de Nether. Nu, ik vind dat geen goed idee. Dan ben ik eerder van, ja, dan kun je beter het hoofdeiland gewoon uitbreiden. Ja. Want ik ben een Belg en ik weet hoe het is als 2 gigantische delen van het land worden opgesplitst. Vlaanderen en Wallonië. Dus het is geen goed idee. Het is geen goed idee. Oh, prachtig. Dus... Oh shit, nu ben ik erachter gevallen. Nee, het is... Echt heel mooi. Dat wil je niet, onze situatie. We zitten al bijna een jaar zonder... Ja, meer dan een jaar zonder regering. Ik heb trouwens geen idee welke blok dit is. Nee, ik ook niet. Ik vind hem echt mooi. Ah. Oh. Een smitting table. Holy shit. Bizar. Wat staat daar boven, joh? Ja, dat is de eerste keer dat ik dit zie. Een voorbeeldbrug. Ah, NSD, ja, voilà. Dus zo willen ze het shoppingdistrict uitbreiden. Nee, maar ik zou zeggen, laten we een ander portaal zoeken. Oh, ja, shit. Ben je met er ingevallen? Ah. Okay. Ja, oké. Okay. Nou is het niet meer leuk, hoor. Nee, goed. Dus daar is een portaal. Ah ja, tuurlijk, die worden boos. Oh, shit. Oh. Nee. Nee, ik kan ook doodgaan. Hoezo zijn die zo sterk? Wat zeiden we nou net over niet doodgaan? Ja, ik heb 42 levels, laat ik even niet doodgaan. Oké, maar er is niks in de void gevallen, dus... Oké, goed, poging 2 zou ik zeggen. Echt? Dus dit is de Nether. Yes. De piglins hebben je een warme welkom gegeven. Echt. Goed, hier zijn 2 portalen, ook een gigantische ladder. Ja, ik zou niet eens weten waar... Jouw base. Ik zal eerst naar mijn base gaan. Ja. Mijn base is nog niet zo super speciaal eigenlijk, omdat ik zo ben van... Ik wil heel veel onscreen doen, mm-hmm. Maar het lukt mij zo nooit om... Het ding is, ik wil zo niet te veel offscreen doen, want dat was een beetje mijn fout vorig seizoen. Ja. Maar omdat ik...
ook heel veel andere dingen doe, heb ik niet altijd veel tijd om dan te bouwen en zo. Dus in theorie heb ik nog niet zo superveel. Dus dit is mijn base. Ik ga hier een village bouwen. Ik vind het wel sick, hoor. Het ziet er wel leuk uit zo. Ja, en dit deel heb ik hier ook helemaal geterraformd. Ja, ja, ja. Ja, ik kan nog een beetje zien daar inderdaad. Dus ja, hier inderdaad gaat het gewoon terug over in het normale, wat ja. Origineel was. Dan hier had ik... hier lag oorspronkelijk nog een klein eilandje voor. Oh, shit. Mm-hmm. En dat heb ik helemaal weggehaald en weggeterraformd in streams. Nice. Dus in theorie zit je er ook niet veel van. Ik heb ook dirt geplaatst, gravel, sand. Ja, lekker. Dus, ja, zeker. Daar ben ik toch wel vrij trots op. Want de... Het is altijd, zeg maar, dat terraformen, dat vind ik ook altijd wel ja, dat, leuk. Dat, ja, wel. Maar het is altijd zo, je kijkt er zo makkelijk overheen of zo, hè? Ah, wel, dat is inderdaad. Wat is er met mijn deur gebeurd? Ja, inderdaad. We wachten met de villagers hier naartoe brengen. Ja, inderdaad. Nee, goed. Voor de rest, ja, dit is nog natuurlijk wat reclame. Voor het Stijn voor Mayor. Dus dit is mijn scaffolding shop. Allee, scaffolding farm. Dus als we naar hier gaan, is mijn spider farm nu niet zo super efficiënt. Nee, maar... Goed, maar als we naar de andere kant kijken, zie je mijn gigantische bamboe farm. Zo! Hallo. Ja, hier heb ik ook redelijk aan gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. En ja, soms valt de bamboe wel op de randen. Maar op zich maakt het niet zoveel uit. Het meeste belandt er wel in. En als we ook gaan kijken naar beneden hier, dan haal ik er wel echt redelijk veel bamboe uit. Dubbel chesten vol dus. Ja, echt bizar, joh. Nou ja, dat is dan toch prima. Ik bedoel, als het allemaal automatisch gaat, dan is dat niet erg. Wel, dat is zeer gemakkelijk. Dan ben ik aan het bouwen aan mijn village. En ondertussen ben ik wat bamboe aan het farmen. Ja, precies. Dus, nee, perfect. Dan, dit is mijn cave. Dus die cave was hier ook oorspronkelijk. Ik heb die een beetje opnieuw ingericht. Dit is van Stijn. Nog meer reclame. En hierin is mijn slaapkamer. Wacht, voilà. Sick. Lekker achter de lava. Yes. Wow. Oh, hallo. En hier heb ik dan alle oors en nog meer reclame. Gewoon ook echt boven je bed. Ja, en een paar visjes. Oh, wat leuk. Optimus Prime. Dus, dat waren de eerste vier mensen die hadden gereageerd op de vierde aflevering. Dan ga ik... Oh, shit. Ja, dit gebeurt. Oh, bij u zijn iets groter probleem. Er zitten enderpearls in de kist. Je mocht een... Voilà, perfect. En dan kun je hier nog naar boven gaan. En dit is eigenlijk een waterlift. En dan gaan de lichten ongeveer mee. Oh ja. Ja, als ik het goed getimed. Als je het goed getimed, ja. Dat gaan we even opnieuw proberen. Oh ja. Ja, ja, ja. Lachen. That's pretty nice. That's pretty nice. Pretty nice. Goed, dus dit is mijn koeienfarm. Alright. Ja, maar het ding is, er spawnen andere beesten in. Echt heel gek. Lama's, paarden, varkens. Ja. Echt alles erin. Ja, bizar. Dus dit is dan mijn ding. Jouw stekkie. Ja, en hier woont mijn bij, maar hij zit binnen nu. Nee. Of ik ben hem kwijt, dat kan ook. dus ja, nee, dat is mijn base. Leuk, nice. Voor de rest zal ik zo nu naar een andere base gaan. En dat vind ik persoonlijk de sixth base van ze allemaal. Ik hoorde nu denken van ja, zou ik het beste niet voor het laatst laten? In theorie wel. Nee. Maar... Let's go. Het is dichtbij, dus laten we dan gewoon even naartoe gaan. Perfect. Anderhalf meter. Shit, mijn portal is niet corona-proof. Fuck! Is dit portal het? Ik weet het niet. Nee, dit is het... het zijn tijdelijke beesten, zijn hobbithol. Hobbit. En dan zullen we wel even te voet gaan naar zijn finale base. Dus komen jullie aan zoveel heads? Gewoon heel veel killen. Oh, dan krijg je ze gewoon.
Ja, inderdaad. Ah, okay. Dat is een datapack die is toegevoegd. Aha. Voilà. Goed, ik zou zeggen, volg mij. We're going on a trip. On an adventure. In my super magic ship. Dan ken ik het echt niet meer. Ik was al verbaasd dat ik de derde zin al kende. Hier is ook blijkbaar een cactus farm. Ja. Yeah. Nee, cute. Ja, met een vogel. Dan weten we wie we moeten hebben. Ja, oeh. Zo. Zo, wat is dit hier, joh? Ja, dat zult je zo zien. Wat? Hè? I warned you. Hou eens op. Wat? Er komt nog meer aan. Ja. Welke zieke geest heeft dit gebouwd? Het is echt super vet. Stijn. Oké, dit is echt heel leuk. Ja, nee, het is pretty sick. Ik zou zeggen, anders zal ik u even de elytra geven. Oh ja. En dan kunt jij er eens een keer rondvliegen. Oh, zal ik hem wel even aandoen dan? Handig. Dit is echt bizar. Ja, Stijn speelt heel graag Minecraft. Ja, dat is wel. Maar dit is toch wel even next level, jongen. Een. Dit wordt dus een soort van kasteel dan of zo. Ik neem aan wel, ja. Ik weet niet wat hij hier allemaal gaat inplaatsen, maar hij heeft wel meer dan genoeg plaats, denk ik. Ja, man, je kan hier gewoon freaking 12 servers aan mensen kwijt. Ja. Ja, dus it's pretty nice. Ja, heel ziek hoor. Oké, nou ja, dan hebben we een standaard die ik moet overtreffen. Ja, heb je al een idee voor uw base of zegt je wel nog? Werkelijk nog helemaal niks. Eens even kijken, waar ben jij? Ik ben hier ergens aan het lopen in het midden. Op het verhoogde. Wacht, anders zal ik naar die dark oakwood bomen komen in het midden. Ja. Oh ja, hallo. Voilà. Er loopt wel wat creepers rond, dus... Ja, maar het maakt niet uit, joh. Deze vent die kan dat wel hebben, hoor. Nee, echt heel ziek. Oh. Want hij had eerst een hexagon gebouwd. En toen was hij een beetje van, ja, wat moet ik eigenlijk met die hexagon? Nee, echt super zeker. Ja, inderdaad. Ik zou zeggen... Oh, nee. Zo, ik zat even niet op te letten. Goed, het ding is, ik weet niet hoe we terug aan een... Ik weet waar er een portal is, en dat is op het dak van de Nether. In die toren daar. Oh ja. Maar we hebben maar één elytra, dus... Echt? Ik heb een idee. Jij vliegt naar daar, en jij gooit elytra naar beneden. Dat kan echt alleen maar goed gaan. Welke toren is het? Degene die opgelicht is, daar helemaal van achter, denk ik. Oh ja. Gevonden. Eens even kijken hoor. Ik denk dat het mooi op de helling gaat vallen. Wacht. Maar ik kan op zich een enderpearl er wel op gooien, dus... Okay. Let op, gaat het komen? Wacht, hè. Oh, shit. Ja, maakt niet uit. Dat is goed. Ik heb hier even een leuke tijd met mobs. Ja, ik zie het. Oké. Als het goed is, is het ergens. Shit. Kijk, ik ga een enderpearl erop gooien. Yes! Found it. Kijk. Wat een teamwork dit. Wat een teamwork, jezus. Oh. Oké, wacht, ik weet niet waar dat precies is. Dat hier? Ja, hoger. Nog hoger. Jezus Christus. Ja, bizar, hè? Ik denk dat het echt wel bijna tegen de build limit is, gewoon. Ja, sowieso. McFireboy, goed. En daar zijn alle andere portals. Mijn voice cracks heel tijd, jongens, toch? Dit is de end portal, dus dan weet je ook weer ongeveer waar dat staat. Op zich, er is niks te zien in de end, dus er is een enderpearl farm, een XP farm, die iedereen mag gebruiken. Oh ja, sick. Dus, heel chill. Dus dat. Ja, lekker. Ik zou zeggen... Ja, iets zegt me dat we in de verkeerde richting aan het wandelen zijn. Laten we even... ik heb even...
Ah, Endermite. Misschien krijg ik er een head van. Helaas. Hoe lang is de server nou al een ding? 4 à 3 maanden, dacht ik. Seizoen 2 toch. Nee, van hier komen we. Dus op zich, 3 maanden zoiets bouwen, dat is best wel... Ja. Ja, je moet rekenen, die heeft ook nog bezig geweest met een gigantische creeper farm, met een gold farm. Ik denk dat sommigen al 2 weken speeltijd op deze server hebben. Hoe, hé? Dit is het Colosseum van Perry. Voilà. En hier heeft hij ergens een ingang. Naar zijn base. Oh. Dat is een skeleton die ons begroet. Nou. Alleen vind ik de ingang niet echt. Oh, ik zie daar ook iets in de verte. Ja, laten we even daarin kijken. Oh, hier. Nice. Ah, wacht, dat was ik aan het zoeken, denk ik. Ja, waar gaan we heen? Gaan we hierheen? Ja, tuurlijk. Zit. Nou, het zijn gewoon een paar farms. Het is niet zo spannend hier. Nee. Oh, daar zie ik wel weer wat. Hii. Ach. Maakt niet uit. Kom het wel een keer fixen, hoor. Misschien niet. dat is van Brandon, maar die zal even niet meer online gekomen. Dus dat is vol sad. Ja, dat is jammer. Hier is eigenlijk niet meer zoveel te zien. Dan gaan we beter gewoon terug naar het portal gaan. Oké. Okay. Ja, Perry heeft ergens een ondergrondse base, maar die is geheim. Ja, en die is geheim genoeg voor mij om die niet te kunnen vinden, dus... Dat is ook het concept van een geheime base, natuurlijk. Ja, zeker. Dat je hem niet kunt vinden. Ja, het is wel gezellig hier op de server met alle creepers. Ja, mij. Prachtig. Prachtig. Want we gaan echt al een keer nog eens alles opblazen en... Dat kan alles behalve de bedoeling zijn. goed, ik ga proberen nog 2 of 3 beestjes te laten zien. Ja, dat is goed. Want tijd begint... Ja, als ik echt alles in 1 video moet laten zien, dan ben ik echt al 2 uur bezig of zo, denk ik. Nou, dat is een hele mooie seizoensfinale, nietwaar? Perfect, inderdaad. Het is deze kobbels... Ja. Het is de kobbelstone volgen. ik zal de lighter al teruggooien. Dus we kunnen een van deze 3 portalen kiezen. Ik zou zeggen, misschien is het leuker dat jij een portaal kiest. Let's do deze. Lennart Portal. Ik weet niet of je de base van Lennart al hebt gezien. Oeh, sneeuw. Sneeuw. Ah, je is zo'n mountain village aan het maken, precies. Ja. Cute. Overal. Cute. En daar een of ander vliegend kasteel. Ja. Zo kunnen we doorgaan naar de base van Pieter. Dat is wel een goeie. Ah, nee, ja, dat is... Je, dat wist ik gewoon. Ja, perfect. Ah, maar nu weet ik wel ongeveer waar het is. Dat is wel nice. Ja, het spijt je heeft wel een creeper dat... ontploft, denk ik. Oh, ja. Heb ik zomaar lichtjes de indruk. Ja, dat denk ik ook wel. Half huis is weg. Oh, nog een zombie. Nou, oké, okay, schattig dit. Dat is wel leuk. Ja, inderdaad. Ik stel voor... Dat we naar beneden gaan, naar de rechtbank. De rechtbank, oh jee. Ja, ik heb een proces aan mijn been, dus dat is minder. Oh shit. Hoe heb je dat dan weer voor elkaar gekregen? Ja, in het begin van de server wordt er beweerd dat ik iedereen zijn crafting table heb gestolen. Nu natuurlijk, hier is geen bewijs van. Nee. Maar toch heb ik een klacht aan mijn been, dus... Ja. Dus dan moet er een proces verbouwen en dan... Ja, precies. Dus ja. Nee, goed. Ja, hier wordt ook weer reclame gemaakt. Overal reclame. Inderdaad. Voilà. Dit is dus de rechtbank. Dus je weet, als je het uitspookt, dan beland je ook hier. Ja. En je zo... Nee. Nice. Lachen. Die heb je toch wel nodig dan? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ja, nee, daar misschien wel een oplossing voor. Ja, dus noods wordt ik zelf de rechter opgelost. Oh, ja. Dit is een hotel. Nu, ja, het is van iemand door iemand gebouwd die wel minder goed kan bouwen. Het is gewoon een hotel, prima. Dit is mijn appartement. 1 week 2 dia's, 2 weken 3 dia's. Lifetime 10 dia's. Dus als je een mooi uitzicht op zee wilt voor je hele leven. Oh.
Ja, dat is voor de rechtbank. Nee. Nee, goed. Daar is... geen idee wat dat is. Ik vind... Daar is Space City. Space City. Ja, het is wel een mooie moderne look, vind ik. Ja, op zich wel. Voilà. Ik weet alleen niet hoe ik er... Ik heb een idee. Ik heb nog 2 enderpearls. Ah, je hebt er ook nog. Mooi. Ja. Ik heb er meteen een hoop van je gestolen. dat is goed gezien. Dit is Space City. Voor de rest... Gaan ze dan ook een mega raket hier bouwen? Van wie dit ook is? Ik zou het niet weten. Zult je aan de persoon zelf moeten vragen, denk ik. Dat klinkt wel logisch, toch? Als je Space City hebt, dat je dan een of andere gekke lanceerplatform hier... Ja, eigenlijk wel. Nu je het zegt, ja. Dit is een zwembad. Er zit zo'n vis in het zwembad. Oké. Nemo! En daar is een medieval village. Oh ja. Dat is echt super grappig. Van heel modern naar echt, zeg maar, 500 jaar terug. Ja, wel. Wacht, ja, je kunt wel Ender Pearls gebruiken. Dan... Ja. Dan verlieg ik een beetje het Elytra privilege. Mm-hmm. Oh ja, dat is best wel lachen dit. Hier heb je ook bijen. Die zijn bijen niet kwijtgeraakt. Still haunts me till today. Ja, snap ik. Waar is mijn bij? Ik had hem ook een name tag gegeven, dus dat is wel vrij sad eigenlijk. Voor de rest moeten we in die richting gaan. En dat zal de laatste base zijn voor vandaag. En hier is iemand een gigantisch kasteel aan het bouwen, precies. Oh, sick. Niet zoals het andere, maar... Nee, precies. Het is wel lastig om creatief te zijn. Van wat ga ik nou doen wat uniek is, weet je wel? Op zich kun je nog heel veel doen, vind ik. Ja, natuurlijk. Nou ja, voilà. Bergies. Ah, je zit daar. Ja, het is wel een beetje naar navigeren, dus, maar kom maar goed. Ja. Kom maar goed. Voilà. Ik speel het spel ook langer dan vandaag. dat is waar. Hoe lang duurt uw survival-serie ongeveer nu? 195 afleveringen. Ja. Ik heb even gecheckt. Het is echt, die wereld die loopt 7 jaar. Jezus Christus. Ja, waarschijnlijk is er altijd meer gebouwd in die wereld dan in deze wereld. Ja, misschien wel. Weet ik niet. Het zal op het randje zijn. Ik bedoel, hier kan je met veel meer mannen tegelijkertijd heel veel meer doen, hè? Dus dat... Ja, dat is ook wel waar. Goed, dan moeten we verder doorgaan naar daar. En dan zijn er nog 2 beestjes. En zoals je ziet is ook één gigantisch meer, eigenlijk. Ja. En iedereen woont daar een beetje rond. Wordt het ook nog lastig om een leuk plekje te vinden. Jongen. Ja, eigenlijk wel. Ik wist niet dat hij dit had gebouwd. Dat is nog wel cute, netherhuisje. Yes, en als we dan verder de kust afgaan, hebben we hier een radiostation voor het nieuws. Het Minecart nieuws, dacht ik. Oké. MCN, ja. Het Minecart nieuws. En er is nog maar 1 aflevering van gekomen. Maar ik wil hem zeker wel eens een keertje doorsturen. Het was echt goed gelukt, vond ik. Ja. Nice. Hier is nog een arena. Die zou nog gebruikt moeten worden voor een event, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Dus dat is wel sad. Het is voor als het in de rechtbank niet opgelost. Ja, nee, de rechtbank had ze beter hier tegengebouwd. Ja, zeker. Voor de rest kan ik je nog 1 base laten zien, waardoor de crafting table cult is gestart. De crafting table cult? Oké. Ja, nee, dus nadat er werd beweerd dat iedereen een crafting tables aan het stelen was, waren er mensen die crafting tables begonnen te zien als een god. Oh ja. Allemaal heel normaal, natuurlijk. Ja, zeker. Ook een rationeel persoon zou dat vinden. Voilà. Dus daar is dus de gigantische crafting table gebouwd. Als je er... Zo snel ga ik niet. Ik zie wel daar iets in de verte met een paar pilaren of zo, maar... Dat is de Aaronse muur. De wat? Last van de Chinese muur. De Aaronse muur. Ja. Nice. Is die ook zo lang, of dat dan weer niet? Nog niet. Dus ja, dat is nice.
Nee, goed, hier zijn een kerk aan het bouwen die hij in Polen had gezien. Oké. Klein beetje random wel, maar oké. Okay. Throwing you with a random fact. Ja. Ja, kerk aan Polen. Ja, oké. Okay. Is goed. Ja. Yeah. Dus ja, hier is een crafting table. Ja. Ah, ja, ik ga echt, ik ga te snel. Ja, een beetje wel, maar ik zag het al. Leuk, joh. Voilà. Ja. Ja, ja, maar ik heb het al 1000 keer gezien, dus. Ja, oh, hij woont hier ook gewoon in. Ja. Leuk. Dat is het beste, ja. Het zou mij eigenlijk grappig lijken mochten we een gebied hebben in de server waar er allemaal gigantische blokken worden gebouwd. Ja. Lijkt me vet. En dan heeft hij ook nog een klein schip waarvan ik de zeilen heb gemaakt. Oh ja. Ja, de zeilen zijn wel beter gelukt dan het schip. Ja, daarom dat ik het vermeld. Nee. Ja, precies. Voilà. Dus, maar ik had in het eerste seizoen een gigantisch schip gebouwd. Ja. Ik had de Black Pearl nagemaakt vanuit Pirates of the Caribbean. Ziek. En ja, dus ding dat ik wel genoeg heb laten zien. Ding dat je wel een idee hebt van dit is de server. Ja, er was een hoop gaande. Ja, best wel, best wel. En al een idee waar je gaat wonen, welke biome dat je wilt. Nee, echt nog absoluut. Nee. Als je gewoon rond moet gaan lopen, ja. Wat er mooi is. Ik denk dat een goed startpunt is. Ja, ik kan nu wel wat plekjes op zich. Ja, je moet niet aan het meer wonen. Hè. Je mocht ook even goed wat verder in het land gaan wonen. Dat maakt allemaal niet uit. Dat gaat helemaal goed komen, hoor. Dat, ik vind het wel een leuk plekje. Oké. Okay. Ik heb hier als afscheidscadeau van onze video nog 4 steek, 4 mutten en 2 spider eyes. Super sick. Alsjeblieft. En 12 torches, die komen misschien ook nog van pas. Ja, die zullen zeker van pas komen, ja. Ja, pak anders deze torches ook maar. Voilà. Oh. Dat is nog wel beter dan 12. Ja. Nou ja, een goede eerste aflevering zo, hoor. Allemaal spulletjes. Ja, inderdaad. Goed, ik ga deze video afsluiten. Rick, ik hoop dat je er een beetje aan hebt gehad. Ik hoop dat je een mooie plekje zult vinden. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ja, absoluut. Helemaal zin in. Oké, perfect. Dan ben ik benieuwd wat jouw bijdrage gaat zijn aan deze server. Ja, dat ben ik ook benieuwd. dat gaan we nog zien. Oké, perfect. Goed, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als je het een beetje leuk vond, dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. Abonneer ook op Rick. De link staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie voor de volgende keer. En ik zeg ciao. Later.